Jullie kennen mij van de grote gele badeend die over de wereld heen dobbert. Het feest staat vaak in Arnhem. Verschillende grote werken in China. Grote monumentale werken in de buitenruimte. De titel van het kunstwerk is een handstand in Nemo. Het is een beeld gemaakt van polyester, 8,5 meter hoog. Het werk is tot stand gekomen op de volgende manier. Dit is eerst ge-3D-scand in ons atelier. En daarna hebben we die 3D-scan helemaal gesmooth. En die hebben we uitgeprint tot een 3D-model. Toen hebben we hem gepresenteerd aan Nemo en die vond het fantastisch. En daarna hebben we hem gemaakt. Hierachter zie je het al een beetje. Onder dit polyester, deze fase, zit schuim en dat is uitgefreesd middels dit 3D-model. En dat hebben ze nog een beetje geschuurd totdat hij ongeveer in een goede verhouding was. En toen hebben ze polyester, dat is glasvezel, met een hars. En dat rollen ze erop en dan wordt het keihard na een paar uur. En dat is dit. Zoals jullie misschien net zagen, hebben we net de glansgraad van de verf bepaald. Die was veel te glanzend en die moet gewoon matter. Ook omdat in het museum lampen komen te hangen en te schijnen op het werk. En je wil mooie foto's kunnen maken uiteindelijk. Je wilt het ook goed kunnen zien. En dan gaan ze plamuren, schuren en vervolgens gaan ze straks het zwart spuiten. En dan komt er nog een structuur overheen, een stofstructuur. Dus dat zijn de stapjes.